Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Lage temperaturen vandaag in Nederland. En dat had natuurlijk alles te maken met de bewolking die er hing. Ook viel er nog steeds wat regen, met name in het noorden. En het lijkt er zelfs op dat de temperatuurmeter hier in de kop van Groningen het helemaal gehad heeft met min 99. U begrijpt, dat is natuurlijk fout. Het was zo'n 16 tot 18 graden op de meeste plaatsen. En er was dus veel bewolking aanwezig. Maar langzaam en zeker gaat die bewolking verdwijnen. Die trekt naar het noorden toe. En vanuit het zuiden zien we vanavond al wat opklaringjes binnenkomen schuiven. Maar dat gaat allemaal erg langzaam. Dat betekent ook dat het in het noordoosten van het land hier en daar nog wel een klein beetje kan regenen vanavond. Temperaturen die dalen naar zo'n 15 tot 16 graden. En de wind die gaat afzwakken, die wordt overwegend matig. Gaat een zuidwestelijke richting. In het zuiden dus mogelijk al een paar opklaringen. Vannacht zetten die opklaringen door. En de temperatuur daalt dan verder naar zo'n 11 tot 13 graden. Lokaal kan er dan ook in het midden van het land, maar ook in het zuidelijk deel van het land, mist ontstaan. Morgenochtend begint het op diverse plaatsen dan ook wat grijs. Het is mistig of nevelig of er hangt een laaghangende bewolking. Maar in de loop van de ochtend gaat dat allemaal breken en komt de zon tevoorschijn. Smiddags dus worden dan zo'n 20 graden op de meeste plaatsen. Misschien in het zuiden van het land dat we zelfs de 21 graden gaan halen. Er staat morgen weinig wind. In het westen van het land is er wel in de middag kans op een licht buitje. De dagen erna verlopen vrijwel droog. Op donderdag zijn er nog wel vrij veel wolkenvelden, maar wordt het smiddags toch zo'n 22 tot 24 graden. Vrijdag wordt het op veel plaatsen al zomers warm. In het midden en zuiden van het land kan het dan zo'n 25 tot 26 graden worden. Zaterdag wordt de warmste dag, met temperaturen die in het zuiden van Limburg oplopen naar zo'n 28 graden. En dan zondag. Dan is het afhankelijk nog vrij warm, maar later op de dag neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gaan er een aantal buien vallen. We zien het ook aan de temperatuur, die gaat behoorlijk variëren in de lange termijn. Ook maandag en dinsdag lijken wisselvallig te gaan verlopen, maar vanaf woensdag volgt er opnieuw herstel. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.